Goed bericht, hè? Weer in de krant. Over het Songfestival. Ja, heb jij het gelezen? Ja, Avro Tros, die hebben lange gesprekken gevoerd met die EBU. Hè? Ja. En die zeggen nu, Avro Tros, dat er voldoende basis is. Ja, basis is. Om misschien toch weer mee te gaan doen aan het Songfestival. Wat denk je? Met die EBU. Wat een opluchting. Oh, die hebben elkaar allemaal eventjes vastgepakt. Ja, Nederland doet gelukkig toch mee aan het Songfestival. Oh, ze wisten absoluut niet hoe het verder moest. Nee, wat een toestand zeg. Die Avro Tros. En die hebben dan ook nog eens een keer in hun vreemde arrogantie bedacht dat als Nederland meedoet, dan sturen we weer, ja, lang over nagedacht, dan sturen we weer die Joost Klein. Hoe is het mogelijk? Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Dat is die Avro Tros, hè? Dat is natuurlijk de allertruttigste omroep die er is. Truttiger heb je bijna niet. Ja, de EO misschien. En die lui, die denken in hun truttigheid, we moeten er een beetje meedoen met de tijd van nu. En we gaan een beetje hip. En we gaan een beetje anders. En dan komen zij uit bij een gigantische mafketel. Ja, als zo'n Joost Klein. En dat denken zij dan, dat dat een soort van hip is. Nee, dat is een soort van... Joost Klein is een soort van... kijk maar eens recalcitrant zijn op mijn 26e. Ben je een beetje laat? Puberaal gedrag. En daar maar mee door blijft gaan ook. Met dat strontvervelende gedrag. Dat is het gewoon. Pas geleden weer bij dat gala. Dan gaan we zitten zwaaien. Als we de doden zitten te herdenken. En er zit dan onze deelnemer voor het Songfestival. Die zit dan zo. Ja. In het kader van kijk mij eens helemaal onfatsoenlijk doen. Zien jullie dat? Ja, dat zien we. Zien we. Ja, ben ik gestoord genoeg? Ja, zeker. Geen probleem. Je bent genoteerd, volkomen gestoord. En die Avro Tros, die wil daar dus dan mee doorgaan. Weet je, en zo'n gozer wordt ook nog eens een keer aangestoken door zo'n Stefano Keizers. Weet je die nog, die Stefano Keizers? Die was ook zo... kijk mij eens anders zijn. Ja, ik ben heel anders. Ja. Ik doe heel raar en ik zeg gekke dingen. Ja, Stefano Keizers. En die bleef daar zo lang mee doorgaan dat hij zichzelf helemaal uitgerangeerd heeft. Ja. En dat gaat natuurlijk met deze Joost Klein ook gebeuren. Maar, en die Avro Tros, die denken daar dus verder niet meer na. En die gaan dus gewoon weer iemand sturen die ons vorig jaar gewoon voor heel Europa voor joker heeft gezet. Geen enkel probleem. Kijk, die Joost Klein, ja, die is redeloos verloren. Maar bij de Avro Tros, daar moeten ze zichzelf even goed naar laten kijken.